weer. Het is nu een beetje normale temperatuur, dus ik kan nu weer filmpje gaan maken. Ik heb op dit moment 23 graden in huis. Vorige week had ik het 26, dus dit is toch beter. Vandaag gaan we mama cake maken. Voor degene die niet weet wat een mama cake is. Een mama cake is een cake met een vanillebodem en daarboven meerendeels een chocoladebodem. En die meng je door elkaar heen. Het mengen gaat op het einde in de bak bleken met een mes. Dan ga je er doorheen roeren zodat je een mooie structuur door de chocolade of door de cake heen krijgt. We beginnen even met de boter en de suiker te mengen tot een glad beslag. Ik ga nou voor de grap een keertje een mixer gebruiken. Ja, ik heb geen beslaghaken, dus dan weer hiermee. Kijken hoe dit gaat. Tot zo! Hij vindt het niet leuk! Daar heb ik ook niet. Nou, komt wel los, denk ik. En dat is een reden dat ik naar de mixer breng. Als er rook uit komt, dan pas ga ik me zorgen maken. Nou, ik zou hem niet te veel pesten. Zie je het goed zo? Vast niet. Zo. Ik zal er alvast een eitje in doen. Totdat hij opgenomen is. En dan gaan we de volgende. Blijf hangen jij. Dat duurt nog een poosje, ik heb er 6 nodig. Je begint al makkelijker te rijden. Ik heb geen idee hoe zwaar deze mixer is, maar waarschijnlijk niet zwaar genoeg. En de laatste. Stapel 1. Door de zeef heen, niet bij de zeef langs. Valspelen. Dit is by the way zelfrijzend bakmeel. Weet ik ook zeker dat ik het niet kan vergeten. Klein beetje zout bij. Hierna gaan we alles door elkaar heen spatelen. Ik heb geen zin om de mixer weer te gebruiken. Klontje. Daar heb ik nog vanillesuiker bij, maar die heb ik niet. Klein beetje hoeft er maar bij je hoor. Niet al te veel. Anderhalf zakje, dat is 30 gram denk ik. Maar dat is 20 gram per zakje zoiets. Nu gaan wij eventjes switchen over de baken. Nou, ga ik even delen in 2 bakken. Deze komt ietsjes meer en deze komt ietsjes minder. Allemaal bloem aan de zijkant. Uitgaan dat 7 of 7. Ik zet zometeen wel wat beter gaat. Ja, dat is ook wel 64 denk ik.
deze nog even voor de zekerheid. Af en toe even kijken of die nog aan het opnemen is. Pakkerij, 6 eetlepels cacao. Ik heb gewoon normaal cacao poeder. Even 2. Hoop ik wat even. Spaten er eens eventje doorheen. 3 eetlepels melk. Ik ga er bijna denken dat ik veel te veel cacao heb. Zo. Bak vol. Ik heb dit keer voor een tulband gekozen. Leek me wel leuk. Zo vullen we het eerst met deze aan. Het kan ook wel zijn dat ik gewoon ergens een fout ben gegaan met het recept. Maar... Hebben jullie dit ook altijd, altijd als je iets maakt en je ziet het op foto's of plaatjes of mij betreft YouTube. En je maakt het zelf, dat het compleet anders uitziet. Of ben ik de enige? Bodempje zit erin. Plakt een beetje te veel. Maar ja, cacao heeft ook een hele plakkerige eigenschap natuurlijk. Kan ook best zijn dat het gewoon allemaal gestold is. Kan ook. Ik heb wel een foutje gemaakt dat alles op kamertemperatuur moet. Of in ieder geval op één temperatuur. En dat is bij mij niet het geval. Ik kom er te laat achter dat ik meer ingrediënten nodig had dan ik klaar te liggen. Er zou heel cacao achter zijn aan de bovenkant, maar ik heb ook niet zin om. Zo, even een nieuwe pak. Pakken wij een mes en dan gaan wij aan de binnenkant een beetje roeren. Op het moment dat je dit gaat roeren, dan zakt de cacao dus door de normale deeg heen. Niet te lang en ook niet te kort. Dit is tevens mijn eerste keer dat ik dit soort cake maak. Dat heb ik heel vaak gezegd in deze video's, maar het is ook echt zo. We gooien hem in de oven, 175 graden, 60 minuten en dan zie ik jullie over een uur weer. Zo, hij is eruit, hij is klaar. Als het goed is, is hij graag. Ik kon niet zo heel ver komen met de tanden zo met die prikken, maar... Nou, klein stukje blijven hangen. Glatmes pakken, kijken hoe het juist is gekomen. Mooi glad mesje. Mag ook wel voor een filetmes. Ga er niks boven, cake net uit de oven. Nou ja, ik heb de slag er niet heel goed in zit. Ja, smaak is goed. Smaak is goed. Hij is graag. Dus ze zeggen, gaan jullie dit recept ook maken? Laat even weten in de comments.
Laat ook even weten hoe die geworden is. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. Laters!